voorzitter van de vakgroep melkveehouderij heb ik één groot ding om mee bezig te zijn. En is eigenlijk het toekomstperspectief van onze leden te behouden en te verbeteren. Ik ben inmiddels een jaar voorzitter van de vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland. Wat dan opvalt is dat we natuurlijk op veel plaatsen aan tafel zitten. In Brussel, in Den Haag, in het provinciehuis, bij de agribusiness. En dat we ook daadwerkelijk als LTO melkveehouderij meedoen, meebesturen en meebeslissen. En dat we op veel plaatsen het verschil kunnen maken. Oftewel, als er vandaag geen LTO was, dan waren we morgen één bezig op te richten. Want we maken echt het verschil. Vandaag kijken naar de sector en we willen heel scherp economisch boeren. We willen naar de laagste milieuemissies toe die haalbaar zijn. Als je aan het eind van de dag achterom kijkt, heb je dan nog het bedrijf waar we vandaag zoveel plezier in hebben en wat de omgeving, waar de omgeving ook mee blij is. Ook wij zelf zijn op zoek naar die balans op dit bedrijf. We melken vandaag met een aantal robots met wat onderbezetting die het nog mogelijk maken om bijvoorbeeld weidegang toe te passen. Als ik naar de laagste kostprijs voor die robots toe moet, misschien wel een maximale bezetting. En dan valt misschien dat weidegang er wel tussenuit. Is dat handig? Als je je bedrijf vandaag en voor de komende jaren wilt en ook moet optimaliseren, moet je natuurlijk vooral denken aan het management op je eigen bedrijf. En denk daar niet alleen aan schaalvergroting, maar denk vooral ook aan optimaliseren van een aantal managementonderdelen op het bedrijf. Dat geeft namelijk denk ook een antwoord richting de maatschappij en indirect tot richting de overheid, dat wij niet alleen maar groeien, maar ook oog hebben voor onze omgeving, oog hebben voor de emissies die wij hebben op onze bedrijven. Want wij kijken zelf, helaas, misschien ook wij wel, misschien ook ik wel, vooral van binnen naar buiten. En dat is dus onvoldoende.